2, 1. Ja, weet ik ook niet. Zo! Oh, sorry. Nee, straks schiet hij vol om die hol, gewoon. Toch goed. Iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben hier met Okke, ik ben hier met Mees. En we gaan steen, papier, schaar doen. Degene die verliest, die moet de bierkrat, de jacuzzi in. En ik kan je vertellen, die is niet warm op het moment. Voelen? Ja, voelen. Nee, durf met het puntje van je piemel. Dan gaat hij op. Oh, dan willen we zien op beeld dat hij krimpt. Moet ik even hier staan. Ik ga niet voelen, man. Ik ga er gewoon in één keer in. Oh, jij hebt verloren. Nee, maar als ik verlies. Okke, denk dat... Ja, is het dit of is het dit? Het is dit. Het is gewoon een klit. Het is gewoon een klit. Het is een klit, ik heb veel pit. Heel soepel. Het is gewoon één keer? Dat is gewoon gelijk klaar, ja? Oké. Voor wie de jacuzzi hier gaat, voor wie de bier... Oké. 3, 2, 1. Alles. Kan niet. Oh! Yes, ik ben er zo blij mee. Maar ik had niet gezegd. Ik dacht bij mezelf, ik ben de lul. Maar ik heb niet gezegd, is met kleren al. Nee. Okie. Maar hij had zichzelf al verloren gewonnen. En dan weet je, dan hangt er een soort iets in de sfeer. In de wat? In de lucht. Een soort sfeer in de lucht. Als je weet dat je gaat vliezen, dan ga je ook vliezen. Je moet die windtalers. Wat zeg ik allemaal? Ik ben veel te enthousiast. Weet je wat was? Kijk, daar is die hoor. Ze biedt mijn boxer. Altijd steen, heel vaak. Dus daarom deed ik expres papier. Maar kan iemand eerst even een handdoekje pakken? Ja, die hangt daar over die winkelkar. Volgens mij is die wel schoon. Die is gewoon van gisteren nog. Dat ziet er echt niet schoon uit. Pak nou ja, boeien. Nou, Okke. Zo erg is het toch niet in een jacuzzi? Kopje onder, hè? Ja. Minimaal 10 seconden. Minimaal 10 seconden? Ja. Ik ga het proberen, ja. Mees, staat ready? Okay, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 4, 7, 3, 8, 5, 9, 10. Nee, gewoon zitten. Okke, hij was al echt al lang aan de 10, hè? Gewoon echt al lang. En die gast blijft gewoon zitten. Okke, hij let er niet op. Hij dacht alleen maar, ik moet overleven. Hij wacht gewoon op tot hij 10 wordt, weet je wel. Oh, wat goed. Oh, dat is nou, echt heel koud. Vandaag beloven we weer een leuke dag te worden. Okke is helemaal fris en fruitig, ja. Denk ik gelijk. Het is tijd om dingen op te blazen. Oh, ik ben al best wel opgeblazen. Mees heeft zijn buik opgepaamd. Je snijdt een olifanten twee en blaast hem op een rek. Slaat hem met pistokken op en hoort het niet te gek. Ik hoop dus nooit gevuld met ijs, dat wordt een sambal. Zo maak je hier met weinig geld Caribisch carnaval. Ja, la, 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 Caribisch carnaval. Plinkie, plinkie, plong. Plinkie, plinkie, plong. Plinkie, plinkie, plong. Pling, pang, pang. It's time for action. Kijk, dit is top. We nemen gewoon elke mee, jongens. We hebben een pompie nodig. Komt ze de auto maar. Oké, we nemen elke basketbal mee. Het zijn er 5. En nemen er ook een paar van deze mee. Jurassic World. Een paar van deze. Ja. Kan je dit? LeBron James. Kan je dat echt? Ja, kon dat wel toch vroeger? Ja, ik heb het nog steeds wel een beetje. Nee, ze hebben goede vingers. Dames, je hoort het. Jongens, we hebben ook nog een pomp nodig. Dus laten we naar de gym gaan. You want to smoke? You want to smoke? Nee, your dat is ook voor je longen. Nee, mees. Get your hands up. Nee, slecht voor je longen. Oh shit, you get your hands up. Het blijft echt zo lang in je rol. Fucking wet, mate. Wat is de kans dat je hier een partypop al schiet? Nee, dat is aas, dat kan. Mees, wat kan je hiermee dan? Wat kan je hiermee? Hiermee. No fuck with me, bro. Dan moet je hem echt in doen ook. My limits. Don't fuck with me, bro. I got the smoke, hè? Oké, jongens, we hebben de pomp gevonden. Dan edit ik zo'n geluidje erin, weet je wel, van de TikTok. Dun, 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 of, oh, pump the jam, pump it up. Why you feel like, pump it up. Doe, snel reactie. Pump it up, Doe dat niet, want die zijn, ja... Die daag me uit. Kom dan. Ja, misschien moet je jezelf even in de spiegel kijken, Mees. Fucking sexy, bro. Wauw. Hier ben ik lang niet geweest. Dit is mijn oude basisschool. Hier liep kleine Don
te rauzen over het speelplein. Okke ook, hè? Ja, ik ook. Ja. Ja, man, dat was echt leuk. Leuke tijd beleefd hier. Ja, en hier heb je toevallig een voetbalveld en een basketbalveld. Dus... Een basketbal? Basketbalveld. Basketbal. Ja, jullie dames en heren hebben geen idee hoe dit er vroeger uitzag natuurlijk. Maar ik wel, er is niks veranderd. Helemaal niks. Hier, dit was de lijn tussen groep... Okke, wat was het nou? Hè? Die lijn. Ja, dat is als je onder de groep 7 zat, mocht je niet over die lijn heen komen. Ja, ja. Gewoon leeftijdsdiscriminatie, hè? Ja. Gebeurt al vanaf jongs af aan. Ja, dit was er nog, hè? Ja, ja. Oh, dit was goud. Ik heb nog op school gezeten toen dit kwam. Het enige wat nieuw is wat ik tot nu toe zie, is dat ding aan de muur. Ja. Die draaischijven. Ja, het is vakantie, dus de school is dicht. De stoelen zijn nog precies hetzelfde. Die stoeltjes, ja. Wat zie ik. Maar ook, we hebben echt, ja, echt zo'n leuke jeugd gehad hier. Minimaal, met super juffrouwen en meesters en zo. Ja, zelfs hier zo'n hele baan door het bosje heen, zeg maar. Ja, hier in het bosje een hele baan gemaakt. Hè? Alleen, nee, die bankjes, nee, die kwamen. Nee, nee, nee. Die zijn wel nieuw. Ja. Voetbalveld nog steeds zonder netten. Ja. Zijn wel een keer de lijnen ververst, zie ik. Hier speelden we een partij panna knockout. Dat is niet normaal. Dan werden de juf en meesters boos, maar bleven het spelen. Mensen echt veel pijn gehad. Ik ook. We hebben echt een superleuk speelplein gehad. Hier, pannaveldje. Die was ook net nieuw. In het laatste jaar dat ik op school zat. En bij deze, het basketbalveld. En het mooie is, ik weet dat heel veel leerkrachten die hier werken, uit mijn jeugd, die werken hier nog steeds. Dat is echt mooi om te zien. Maar die zijn inmiddels natuurlijk wel een stukje ouder. Echt leuke juffen en meesters gehad. Echt goede school was dit. Er waren ook eigenlijk zelden vechtpartijen of problemen op deze school. Weinig probleemkinderen. Maar steady school, maar goed lesgeven. Ik denk nog steeds, geen idee. Oké, meester, doe even die dank in, hè. Dank in, dank in. Oeh, clean in één keer. Het probleem was altijd, kijk, ging je basketballen hier. Ben je naar buiten de lijn of niet als je in de lucht zat? En daar kregen we dan heel veel ruzie om. En echt serieus, niet dan vechten, want dat gebeurde eigenlijk nooit hier op school. Serieuze discussies hier. En hoeveel ramen er zijn gesneuveld door basketballen. Vooral heel vaak net niet. Bij ons was het altijd zo, je had voetbalveld was voor groep 8. En dan was basketbal voor groep 7. En de rest daaronder, ja, als je mocht meedoen dan van de bovenbouw, dan had je maar geluk, weet je. Als je gewoon de lul. Je hebt dus nu zo'n trend gaande. Eigenlijk uit Amerika komt dat, waarbij je dus die basketballen knijters hard oppompt. En dan gaat stuiteren en dan ontploffen ze en dan krijg je letterlijk de knal van een fucking nitraat. Dus wij willen gaan kijken of dat echt zo is. Daar moesten we natuurlijk achterkomen, hey. You know how it is, man. Nee, deze pomp is perfect. Die kwam dus met allemaal opzetstukjes, maar ook gewoon met... Even kijken, met gewoon met een ballenpompstukje. Let's go, wow. Oké, wie neemt de eer om te gaan pompen? Ja, Mees? Nee, maar ik doe het wel. Oké, in het ventieltje. Zo. In het gaatje drukken. Ja, lekker. Ja, en dan gewoon pompen. Hoeveel bar moet hij dan? Ja, weet ik veel. Gewoon tot hij in het rood komt of zo. Ik heb geen idee. In het rood, dat is 6-7 bar. Ja, dus dan weet je er niet vies van een bar. Dan zit je elke zaterdag aan. Waarom moet ik nou in het gevaarlijke werk doen? Ja, weet ik ook niet. Ja, ik zei gewoon wat en jij... Hoeveel bar? Ik zei gewoon wat en jij ging staan. Dus anderhalf, oef. Ik vind het best wel spannend, jongens. Ook, man. Ik heb echt geen idee wat er gaat gebeuren namelijk. Oh, oh, oh. Ja, plug it out. Gooi hem eens in de lucht. Dit is even een test. Deze gaat nog niet klappen, denk ik, hoor. Zo. Nee, die gaat nog niet klappen. Hij is nog lang niet hard genoeg. Het geluid klopt niet. Wacht, we gaan even kijken wat maximale bar is. Bang! Oh. Eikel, zo, kijk, het zweet breekt me uit, ken je dat? Je helemaal warm wordt. Jezus, lekker calorietjes verbranden, wees. Ik durf te wennen dat je het pauper heet krijgt. Kijk hem staan. Hoeveel bar? Ja, je ziet het zo wel aan die zweetplek als je die krijgt. 3. Nu op 3 bar? Wat is maximaal op zo'n bal? Dat staat erop, wacht. 0,65 bar? Oh nee, inflated. Dat is inflate 0,45. Inflate 0,45 streepje 0,65 bar. Nou oké, okay, dan zit hij nou al op 3, dus dat gaat... 4, zullen we het proberen? Nu zit op 4, ja probeer eens. Voorzichtig hoor, met je klauwen. Het is kolen spannend. Vind jij het ook zo spannend? Ja man. Oh mijn god. Dus de eerste test al! Zo! Wat? Bal! Ik schrik me dood. Ik schrik me helemaal dood. Die bal is niks meer van over. Zet hem op je hoofd ook. Wacht, ik schrik me dood. Oh, ja, ja, waar? Jullie zijn ook weer geniaal samen. Holy fuck. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Oh, dit ben lijn verzuurd. Hoeveel bar was het? 4. Bij 4 bar gaat het fout. Holy
Fuck, dit is echt niet normaal. Die knal was echt niet. Ik kroop pijn in mijn hoek. Ja. Maar dit moet gewoon illegaal worden. Oh. Oké, probeer dit goed te filmen. Ja, ik ga echt mijn best doen. Ik heb het goed op, maar ik denk dat het heel lastig is om te filmen. Dit was ja. Ziek. Ik kan niet uit over hoe hard die knal was. Wat een knal, hè? Don't you know, pump it up. You got your pump it up. You don't you know, pump it up. You got your pump it up. You don't you know, pump it up. You got to... Oh, hij wordt heel hard. Oké, we zitten bijna op 3 bar. Echt? Je moet een 3 bar. Ik ga mijn oor afdekken, want... Oor! Mijn oor! Oorworm! Kom je uit Leien? Ja, gaan we ze nu aan een kind geven, even mee spelen. Zo! Dat is vuurwerk, ja, basketballen tegelijk. Nee, ik vind het ook spannend, man. Ja, oké, jij moet hierna, hè? Ja. Ik vind het heel eng of zo. Hoeveel zit je nu, Don? Bijna 4. Ja, stop. Nu kan het. Ik zit op 3.8. Ik zit op 3.6. Ja, nu is hij wel goed, hij is goed. Ik durf het niet, man. Nee, ik durf het ook echt niet, denk. Mees. Wacht. Nee, niet trappen. Je wow, moet... hij wordt ovaal. Dit is doodeng, dit. Maar je kan er geen klauwen aan breken, hè? Als je dus die bal in je hand omproeft. Hij wordt helemaal ovaal, man. Ja. Waarom vind ik het nu net niet en nu wel? Ja, omdat we nu zagen wat de schade was, maat. Ik Oké, doe jij het gewoon, ik film wel. Ja? Oh mijn god. Ja, Mees. Oh, oké. Gooi hem op de plek. Wacht even. Blijf stil liggen, alsjeblieft. Hij moet eerst even stil liggen. Ik wil niet... Oké, Mees, gooi hem hier. Oké, Mees. Gooi hem hier. Oké, Mees. Gooi hem hier. Wat zijn dit geile basketballen? We moeten nog harder oppompen. Nee, je durft er niet eens uit te halen. Nee, tuurlijk niet. Maar ik denk, wat zou er gebeuren met je vingers als die ontploft in je hand? Die breken gewoon. Maar door de druk? Ontploft niet in je hand omdat hij de klap moet krijgen. Dus daarom 3.8 bars perfect, want dan ontploft hij niet in je hand. Dus dan kan je pakken. Ja, we moeten er wel eentje 4 halen. Maar hij trok nu al helemaal ovaal. Ik denk dat hij dan knalt. Nou niet, nee, ik ga zullen we ook eentje doorpompen tot hij gewoon ploft? Ja, dat is goed. Hoi. Er liggen hier baby's te slapen. Oh, sorry. Dus het is niet zo heel chill wat jullie doen. Oh nee, dat snappen we. Gaan wel weg. Is goed. Yes, werk ze. Oh shit, er zit hier een BSO naast. Kinderopvang. Hierachter. Oh nee. Ook al wisten we niet dat er baby's laten slapen en ook al liggen ze achter ramen en muren. Ik vind dat nog zielig. Ik vind het ook zielig. Hebben jullie dat ook? Oh. Oké, dit is een betere plek. Even een stukje verderop, had je nog een groot parkeerterrein. Dan gaan we even staan. Ondertussen is er lekker iemand aan het draailessen. Nou, succes ermee. Ik denk dat je je doodschrikt zo meteen. Oké, dan gaan we weer. Dit is dus die bar shit. Kijk, ik zit tegen die buis aan. Een reflectie. Kijk, zo kan je dus zien tot hoe ver we gaan. Oké, ik hoop dat je een keer tot 4 gaat. Nee, dan durf je niet te pakken. Dan moet ik hem waarschijnlijk weer pakken. Ja, ik vind de beweging die je doet heel sexy, hoor. Kijk die beentjes. Ja. Ja, was dat hem al? Dat was hem al. Kijk maar. Je hebt snel gepompt, hè? Ja. Mees, doe jij het weer? Of Okke, doe jij het? Gewoon rustig. Rustig eruit halen. En gewoon nu recht omhoog gooien op de plek waar je staat. Ja? Ja? Oh god. Zo! Dat is niet normaal! Wow, dit was de hardste knal. Dit is legit denk harder dan de nitraat. Mijn oren. Gewoon nu recht omhoog gooien, op de plek waar je staat. Ja? Ja? Oh god. Zo! Dit is krankzinnig. Dit is zo de knetter, hé. Weg! Sloes! Wat een schade, hé. Gewoon puur luchtdruk. Er was veel vliegtuigen boven ons, wat is het in de luchtdruk? Zou ik er nog eentje doen? Ja, let's go. Die lessenauto rijdt gewoon lekker rondjes hier. Staan wij van die ballen op te blazen. Oké, Mees gaat nu weer, daarna moet ik weer. En dan zijn de ballen op, geloof ik. Althans, de basketballen hebben nog andere ballen. Je moet het wel voorzichtig doen, dus pak allemaal jullie helm. Sinds wanneer ben jij Ginger Ok? Dat wist ik niet. Ja. Zullen we doorpompen tot hij op? Doorpompen tot hij ontploft? Ja, dat kan ook, ja. Ja, dat kan ook. Wacht. Ja, doe maar. Met mijn rug? Ja, dan net je rug er naartoe. Wacht. Ja, oké, wacht. Dit verkeerd. Ah. Schokt hij nou? Nee, straks schiet hij vol onder je hol gewoon. Volle bak gewoon tegen je reet. Ja, maar... Nu maak je me nog banger.
Ja, jij zegt we gaan oppompen totdat hij klapt. 4 bar. 4 bar nu? Zweet lijp, hè? Ja, ja, maar dat, is ook, dat pompen is best vermoeiend, man. We zitten nu precies... Oh, ik vind het heel eng worden. Ik heb klamme handjes, dat wil je niet weten. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon... Auw! Auw, 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 auw. Oh, ik werd vol geraakt door het ventiel, denk ik, zo op mijn heup. Zo, dit is de ergste tot nu toe. Oh, oh Mees, gelukkig ben jij oké. Okay. Oh, ik denk dat ik een plekje krijg op mijn heup, zo. Dit ding is ook helemaal... Er is niks meer van over. Helemaal weg. Zo, wat een knal. Kregen jullie niks tegen je aan? Jawel. Je voelt door je lichaam. Ja, maar dat ging zeer maar. Ja, bij mij wel. Ik kreeg hem vol op mijn heup, kreeg ik iets. Ik voelde helemaal niks. Dat zo! Zo! Kijk! Ik kreeg daar wat. Oeh, sexy baby girl. We hebben er nog één. Die ga ik wel in de lucht gooien. Ga jij het ook helemaal oppompen dat hij ontploft? Oh, hij is kapot. Nee. Hij is kapot, maat. Nee. Ja, door die knal. Hij is helemaal krom, kijk. Ja, ja. Zonde. En de GoPro heeft het ook net begeven, die is ook kapot. Die flikkert gewoon ineens uit, die doet niks meer. Oh, ja, dit is al zonde, man. Misschien als je heel hard je best doet... Doorheen doen en dan dat clipje omhoog duwen. Ja. Hij doet het weer. Ja? Kijk. Weer, ja. Beter. Oké. Okay. Beter leven. Man. Zie jongens, dat laat maar zien dat je niet zo moet opgeven in het leven. Maar zelfs met de kleinste dingen niet. Maar je moet wel even beseffen dat bij 4.1 bar die ontploft, hè. En ik wilde tot 4. Ja. Jongens kunnen tot 4. En wij... Terwijl ik ben volgens mij wel de grootste angsthaas vandaag. Ja. Normaal ben ik dat niet, maar ik weet niet waarom. Maar nu ga je ook gewoon pakken. Maar ik vind dit zo vet, ik vind het heel spannend gewoon. Maar nu ga je hem toch ook gewoon oppakken? Ja, ik ga hem nu oppakken, ja. Kijken, pompen. Deze keer niet bovenop. Ja, van 2,5 bar. 2,6. Je moet gewoon tanken snel pompen. 2,7. 2,8. 2,9. Hij loopt ook leeg, hoor je dat? He? Ja, hij loopt ook tegelijkertijd leeg. Pompen. We gaan wel een nieuwe GoPro bestellen, jongens. Deze doet het gewoon niet. Deze is gewoon kapot. Ik zet hem aan, ik hoop dat hij het doet, maar ga ik zo thuis een nieuwe bestellen. De content moet goed zijn. Kijk, hij is nu 3,8. Ja. Rustig eruit halen dan. Kut, hij zit vast onder die band. Je hoort 2 handen. Hij ontploft zo niet. Ik vind het doodeng. Ja, doei. Oh mijn god. Wat? Wow! Holy shit. Oh, hij schoot over je auto heen. Over mijn auto. Hey, don't you know, pump it! Oh mijn god! Wat? Kijk hoe ver die is gevlogen. Wij stonden daar. Ik moet even een oude meneer kijken. Die denkt met een glimlach, denk wat gebeurt er allemaal? Kijk eens even, joh. Helemaal kapot. Dat was een harde knal, hè meneer? Ja, ja. Ja, we zijn ballen aan het opknallen, opblazen. Pompen tot ze opploffen. Kijk, Mees, deze kan je ook gewoon laten knallen, denk ik. Je hebt er zin in, hoor. Kijk, ze is fanatiek bezig. Ja, 1 calorie, 2 calorie, 3 calorie, 4 calorie. Zou ik tegenaan trappen? Dat is zonde. Nu is hij helemaal kapot. Dat ding zit er nog in. Ja. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Nou, de GoPro had toch een klein stukje had hij opgenomen. Een mini stukje. Dus hij viel net uit naar die knal. Ik weet niet wat het is. Elke keer als die laag percentage zit, hij heeft nog 16%. Flikkert hij gewoon uit. Zonde. Misschien komt omdat dit stuk ook weg is. Dat is veel gebruik natuurlijk door de maan heen. Jongens, we hebben wat gespot. Oh, is... Ik hoop dat het nog zit. We mogen wat uit het afval komen. Bro, lep, ik hoor het echt. Is het gewoon echt op? Ja, bro. Wacht, laat maar eens daar filmen. Als het een rat is. Ja, een egel. Een egel, ja. Weer! Er zit gewoon een egel, gewoon weer. Dit is gewoon... Bro, die stam toch goed. Doe dat ding zo omhoog, die tas. Kijk, hij zit zwaar te choppen. Kijk. Nee, laat hem maar een beetje zitten. Ja, kijk, je ziet hem wel. Kijk dan. Tam toch goed, egel. Goed. Iets lager, de telefoon. Hier zo zie je meester lifestyle naast zijn bed. Het is niet eens voor mij. Van wie dan? Ja, dat weet ik niet, maar het is oprecht niet voor mij. Oh! Oké, meisje, je moet... Fuck, marry, kill. Oké, okay, ja, is goed. Ik heb een heel goed scenario voor jou. Een hele goede vraag.
We gaan niks met familie doen. Nee, ik wou niks met familie doen. Nee, ik wacht, ik zeg het lekker op zijn Nederlands. Vrijen, trouwen of doden? Ja. Vrijen, trouwen of doden? Ja. Een lilliputter? Ja. Ja. Een vrouw zonder armen en benen? Ja. En een kapot knappe dame? Maar die stinkt echt verschrikkelijk. Echt next level. Gewoon echt kokhalsniveau. Wat wordt het? Mag ik niet het waarde net woord weten? Nee. Oké, dan zou ik de lilliputten trouwen. Oké. Dan zou ik, je wordt heel raar, dan zou ik denk ik toch zonder arme benen, zonder armen doden. Ja. Dus ik had het voor niet zelf. En één keer. Oh, sorry. Oh, dat is heel heftig. Ik weet niet of die erin kan. Oh. Buik. Ik dacht, ja, het is een scenario. Ja. Dus het is niet echt. Nee, maar, sorry, het was wel heel heftig. Oh. En diegene die stinkt zou gewoon zorgen dat ik corona heb. Die zou dan één keer gewoon vrijen. Zorg voor dat ik corona heb. Oh, mijn god, wat hel. Oké, nu voor jou. Huh? Nu voor mij eentje, ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd of je wat kan verzinnen. Mag ik me even verzinnen? Of een omaatje, maar echt dikke tieten. Een omaatje met dikke tieten en dikke billen. Die ziet er heel goed uit. Het is een granny. Ik hou er van. Ja. Of, jezus. Beetje fantasie. Je bent altijd zo slecht met dit soort dingen. Ja. Of, ik ben er echt zo slecht in. Oké, okay, nou dan is het goed. Kan je wat verzinnen of is het klaar? Ik denk dat het klaar is. Het is gewoon klaar. Meestal is niet gemaakt voor dit soort dingen. Maar wat zou je met de granny doen? Fuck, marry of kill? Ja, dan doe ik gewoon wel kill. Nee, daar heb ik echt geen zin in. Vermoord je een omaatje. Ja, oké, dan doe ik vrijen, want dan is leef ze nog. Ja, meestal hebben een soort rare granny fetish. Dus hoezo? Ik vind... Alaf 60-plussers die kijken. Ja. Je kan me in mijn DM sliden. Ik trek je helemaal uit elkaar. Morgen is... Ik trek je helemaal uit elkaar. Ik was al bezig met mijn auto. Oh. Ik denk eerder... Als je haar uit elkaar hebt getrokken... dan mag je er weer flink in elkaar lijmen. Dan heb je een vrouw zonder arm en benen, denk ik, ja, op die leeftijd. Ik denk dat ik gewoon die heup breek. Ja. Nee, maar wat als ze twee kunstheupen heeft? Dan is ze veilig. Voor ja. Mees. Ja. Dat ze een kunstgebied heeft, kan ze hem uitdoen. Gaat weer helemaal nergens op. Dat zou dan wel op. Nee, oké, we gaan de vlogas hebben. Okay. Morgen is John van der Rijt jarig. Gaan we langs. We hebben een heel speciaal cadeautje voor hem. Dus vergeet niet te abonneren. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, zien we jullie morgen om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is Mees houdt van grannies. Okay. Dood.